Johan Dekmijn, het Vlaams Belang stelde vandaag zijn nieuwe campagne op de pres voor Oost-Vlaanderen voor. Kan u de speerpunten even toelichten? Ja, uiteraard. Zo'n persconferentie over Oost-Vlaanderen gaat in eerste instantie, zou ik durven zeggen, als Gentenaar, over Gent, als economische motor van Oost-Vlaanderen. Maar natuurlijk, Gent heeft een enorm hinterland, zijnde Oost-Vlaanderen en ook verder in Vlaanderen. En vandaar dat het voor ons van primordiaal belang is dat we alles op alles zetten voor de totstandkoming van de tweede zeesluis in Terneuzen ten bate van de Gentse en uiteraard ook de Oost-Vlaamse economie. Nu, we begrijpen dat Gent voor u belangrijk is als Gentenaar, u zei het zelf al, maar Oost-Vlaanderen is meer dan de haven van Gent. Zijn er nog meer speerpunten aan deze campagne verbonden? Ja, uiteraard. Oost-Vlaanderen, net als Vlaanderen, is eigenlijk een land en een streek vol van KMO's. Vlaanderen, de Vlaamse nijverheid, dat is allemaal KMO, mensen die initiatieven nemen, ontwikkelingen nemen. En jammer genoeg, door de economische en financiële crisis, zien we dat verschillende sectoren onder druk komen te staan. Zoals onder meer, en dat hebben we vandaag ook aangehaald, de textiele sector. De textiele sector staat onder zware druk en wij als Vlaams Belang vinden dat we moeten proberen in Vlaanderen alle mogelijke maatregelen te nemen, ook fiscale hefbomen en andere over te hevelen naar Vlaanderen zelf, om ervoor te zorgen dat deze sector, die zwaar onder druk staat, eigenlijk kan geholpen worden. Op de persconferentie sprak u over de regelneverij, een ziekte waar Vlaanderen dan al een tijdje aan leidt, meer bepaald dan regelneverij tegenover de horecasector. Wat is uw mening meer precies daarover? Wel, dat is juist. Ik heb gesproken over regelneverij. De horecasector is een van de voorbeelden waarbij dat inderdaad door allerlei regeltjes die ze in Vlaanderen willen toespitsen op die sector, ze toch tot een kluwe van maatregelen komen die niet meer duidelijk zijn voor de sector zelf. Ik verwijs bijvoorbeeld naar het rookverbod. Heel belangrijk punt van debat in de horecasector. Want ja, waar mag er gerookt worden, waar mag er niet gerookt worden? Wij als partij vinden dat het enorm belangrijk is om een eenduidig standpunt te hebben. En dat standpunt is er nu niet. Men heeft uitzonderingsmaatregelen, de typische Belgische compromissen, die worden jammer genoeg, zou ik zeggen, door Vlaanderen overgenomen. En nu weten bepaalde horeca-mensen niet wat ze nog kunnen verwezenlijken, wat ze kunnen doen in hun eigen zaak. Mag er gerookt worden? Wanneer mag er gerookt worden? Of bij welke gerechten mag je roken, bij welke dan weer niet? Nee, zorg ervoor dat er een eenduidig beleid wordt ten aanzien van roken in horeca. Wij vragen niet meer dan duidelijkheid ter zake.